Goedenavond. Leuk spreken. Is iedereen een beetje op de pas? Ja. Mooi. Wat fijn dat wij hier mogen zijn vanavond. Toneelvereniging Nut en Genoegen gaat voor u optreden vanavond. Wij zijn op tournee, zoals dat heet. Met allemaal mooie locaties in Nijverdal en omgeving spelen wij onze toneelstuk. En vanavond spelen we dus voor jullie hier in de Parallel. We gaan het toneelstuk voor jullie spelen. Het duurt ongeveer een uur, maar wel met pauze erin. En die wordt vanzelf aangekondigd. Wij hopen dat jullie heel erg veel gaan genieten vanavond. Het toneelstuk heet Help de vrouw in de familie. En we wensen jullie heel veel plezier. Goedenavond, meneer Van Drebbelen. Oh, goedenavond, Ella. Ja. Wat goed om jou te zien. Nou, dat genoegen is geheel wederzijds, meneer Van Drebbelen. Een medewerker van het Hof, ja. Maar hij had al bij mij 2 weken geleden in 2 fout zijn verlof aangevraagd voor zijn uitstapje naar de academisch geschoolde gebitsreiniger. Pardon, wie zijn moeder? De tandarts. Oh, ja. Ja, een vrouw naar mijn hart. Een beauty was het. Ja, vroeger. Ik kon er al opvreten. Ja, en nu ook spijt dat ik het niet gedaan heb. Maar het blijft wel ongelooflijk onzorgvuldig van mij dat ik nou net die verkeerde brief op de borst. Goedenavond, dame! Heb je het eten al klaar? Goedemiddag, zult u bedoelen. Het is nog middag, want het is nog voor 6. Kunt u me vertellen hoe dat zit? Nee, dat weet ik totaal niet. En ik, daar kan ik niks over zeggen. En ik mag er ook niks over zeggen. En ook al mocht ik er wel over zeggen, ik zeg er niks over. Hij is fijn. Hij is fijn. Je weet niks. Nee. En als je het wist, mocht je niks zeggen en wou je er niks over zeggen. Ja. Zeg, lid van de VVD toevallig of zo. Ja. Oh, jongen, jongen. Nee, maar als we daar aan die van de Reppelin niet hebben. Ah, ik dacht dat ook. Ja. Ik vreesde al dat jij er ook zou zijn. Hoe dat zo ordinair, Arie? Nee, maar! Marjolein de Vos, Arie van Drebbelen. Wat een aangename verrassing. Zeg mevrouw Pieter Vos van waar een toontje? Een toontje. Nou, dat acht maanden. Moest helemaal naar de Albert Heijn. Ja, die vrouw in Hollands. Dat is voor mij, Albert Heijn. In Helmdoorn. Wat zegt u? Is de Ordok. Ja, is de Ordok. Nou, dat wist ik toch niet wie dat was. He? Nooit gezien. En dan denkt hij ook nog dat ik de nieuwe vriendin ben van zijn broer. Zeg dat het niet waar is. Oh. Zeg me dat het niet waar is. Nee, het is niet waar. Van meneer Van Remmelen en niet zijn vriendin. Hij is travestiet. Mevrouwtje Boomstra. Nou, ik zou zeggen, op alle ellende die Willem in mijn leven heeft veroorzaakt, ja. En op alle ellende die nog komen gaat. Santé! Ja, mijn nieuwe vrouwelijke familie dit is. Is dat? Let op! Mijn lieve poes. Ja,